Deelnemers start vrij. Negende laatste koers, dames en heren. De Stichting Behoud Drafsportprijs. 10 paarden gaan zich opstellen achter de auto. En de favoriet is paard nummer 5, Callisto Kingsdeep. Die wordt gereden door Johnny Westerbrink. Staat op €2,60. Auto is op 100 meter van het startpunt. Start is gevallen. Alle paarden goed weg. Aan de binnenkant is Giel Wildhagen aardig begonnen met Wanner van Ranen. Maar er gaan paarden sneller aan de buitenzijde. Die gaan ook eerder bij de bocht zijn. In het achterveld een paar mispasjes van het paard van Ruud Pools, Berend Fly AB. Ligt daardoor een paar lengte achter het veld. De koploper gaat inmiddels de eerste bocht al door en dat is Braga Meadow geworden. Braga Meadow op de tweede plaats, daarachter volgt Sven Schraal met Charlie J. En zo gaan de paarden de bocht in. Uitgeschakeld nummer 5, 5 galop. Favoriet is eruit, Callisto Kingsdeep. Fout in de eerste bocht en Braga Meadow leidt. Op de tweede plaats daarachter is het Charlie J. Dickie Hof kijkt om en ziet daar Charlie J. En dat is een paard dat hij zelf jarenlang in training heeft gehad. Die volgt hem nu. Daarachter op plaats 3 volgt dan Wanner van Ranen met de vierde plek aan de buitenzijde is voor de opkomende Cool Surprise. Vijfde aan de relingzijde ligt Axel Cartouche. En daarachter volgt in het tweede spoor Woody Woodpecker. Dan aan de relingzijde daarachter Wonderboy. En daarachter Zaletta Boko. Maar dan gaan de rechterbocht door. Braga Meadow maakt het tempo. Dat kan Braga Meadow aardig goed. Braga Meadow wordt gevolgd door Charlie J. En dan valt er een gaatje. Plaats 3 daarachter is voor Wanner van Ranen. En wie daarachter nog wat wil, die zal zo langzamerhand moeten gaan rijden. Want Braga Meadow is niet een paard dat na 1700 meter moe is of afstopt. Dus zal hij voorlopig dit tempo wel even volhouden. Charlie J. blijft aardig in de buurt. Krijgt een aansporing. Moet ook in de buurt blijven van Sven Schraal. Dan Woody Woodpecker. Dan Cool Surprise. En aan de buitenzijde daarachter volgt, aan de relingzijde daarachter volgt Axel Cartouche. Woody Woodpecker in de derde spoor heeft een moeilijk momentje. Zaletta Boko schuift nu op in het tweede spoor. En zo zijn we inmiddels al in de laatste 500 meter. En geeft Dickie Hof nog wat gas bij. Begint nu wat weg te lopen met Braga Meadow. En als hij die laatste bocht doorkomt, dan is al een heel stuk gezet op weg naar de zege. Inmiddels is hij halverwege de laatste bocht. En Braga Meadow gaat steeds meer voorsprong pakken. Komt als eerste in de laatste rechte lijn. Tweede plaats is nog altijd voor Charlie J. Daarachter op plaats 3 aan de relingzijde is het Wanner van Ranen. Maar de buitenzijde komt naar voren Zaletta Boko. Paarden zijn de laatste meters aan het opzoeken. En dat doet als eerste Braga Meadow. Die gaat het heel makkelijk winnen met Dickie Hof. Zojuist won Alonso Meadow. Dit is het zusje van Alonso Meadow. Het zijn allemaal Meadows die winnen. Braga Meadow is de winnaar. Tweede plaats is voor Charlie J. De derde plaats voor Zaletta Boko. En vierde wordt de 1, Wonderboy.